Ja, vrienden, zie je hem? Stalletje. Ja, we zijn er. We zijn bij het stadion. Ja, Jut is ook mee. Kijk, mensen zitten hier nog kijken. Kijk, hier kun je van alles kopen hoor. Hier. Maar Jut heeft er geen zin in, dus die laat het gewoon gaan. Ik zie het stadion al. Oh, ze ziet het stadion al. Kijk. Nou, is dat geweldig. Hé, hey, Mestalla. Stadion. Ja, gezellig. Kijk, het drukt hier. Politie te paard. Kijk, iedereen aanwezig. Ja hoor. En allemaal mensen hier. Op het plein al. Gezellige drukte. Nou, wij zijn onderweg naar Valencia tegen FC Barcelona. Hier vrienden, kijk even mee. N12 en 13. Hier moeten we naar binnen. Hier, kijk. Hoppatee. Opgangetje. Ja. Daar gaan we. Kijk hier. Zie je dat? Hoehoe, ja, daar komt ie. Ja, ja, ja. Hé, hey, is dat even wat? Kijk even mee, vrienden. Hier, is dat even een stadion? Hoho, nou dan gaan we onze plaatsen zoeken. Kijk, is dat even cool? Hier zitten wij, vrienden. Ja, is dat even prachtig? Ja, vrienden, we zijn ruim een half uur onderweg. Ja, en er is hier net gescoord door Barcelona. Ja, dus 1-0. Maar ja, goed, jullie weten het. Die Jut, die is helemaal voor Frenkie. Ja. Dus die is helemaal voor Barcelona. Dus wat gebeurt er? Doelpunt valt. En die Jut, die staat hier gewoon hier tussen al deze mensen. En hier, daar, dat is allemaal verschrikkelijk Valencia te juichen. Dus hij zegt, oh, waarom niet doen, hè? Heb ik er naar beneden moeten trekken? Nou ja, goed. We gaan weer verder kijken. Ja, en dan scoort die Frenkie. Frenkie scoort een goal! Frenkie! Daar gaat ze weer! En ze weer helemaal aan de plaat! Ja, nog, dus nog erger, vrienden! Dus nog erger! En nou hoop ik maar dat Barcelona niet meer scoort! Het is 3-1! En gelukkig begreep Jut bij derde doelpunt van Barcelona dat het verstandiger was om niet te juichen. Ja, nog 1 minuut, bijna afgelopen. Ja, 4-1 voor Barcelona. Ja, kijk, gaat ze weer hoor. Zij heeft gewoon een geweldige dag hoor. Ja, want we gaan naar huis. Zeg iedereen maar gedag. Tot ziens, super verjaardag. Doei.